professor Jan Roelofs. U bent van BeWare, het onderzoekscentrum wat veel onderzoek doet naar verontdiepingen. U verstaan hier bij de kleiput. Wat is uw eerste indruk van de kleiput? Nou, op zich ziet de kleiput er nu nog wel goed uit. Alleen op de plek waar ze materiaal aan het storten zijn, zie ik gewoon dat het materiaal dat op dit moment gestort wordt, dat echt geen schone grond te noemen is. Er zit tempex in, er zitten heel veel houtsnippers in en die gaan drijven. Er komen veel nutriënten uit vrij en je ziet al dat er nou zich al een kroosdek vormt, kroosplantjes, op dat drijvende materiaal. Dus dit is absoluut geen geschikt materiaal om een mooie natuurplas te creëren. Was u geschrokken van wat u zag? Ik ben daar zeker van geschrokken en ook ik heb de analyseresultaten gezien. Daar waar men bijvoorbeeld plasdrassituaties wil creëren, doen ze dat met materiaal wat zeer rijk is aan fosfaat. En dat is niet goed? Nee, dat is niet goed. Dat geeft enorme ruigte vegetatie na uitvoering. En dan kun je wel zeggen van ik dek het af met een halve meter of een meter schrale zand. Maar het plantenwortels die ruiken als het ware waar die meststoffen zitten, waar dat fosfaat zit. En dan gaan ze gewoon door die schrale laag heen en dan halen ze het weg op de plek waar het diep is. Dus 1 meter schaal afdekken is veel te weinig in een plasdrassituatie. Wat zou u de gemeente Winterswijk willen adviseren? Nou, als er al gestort wordt, is ons standpunt, wil je voorkomen dat planten diep dat fosfaat weghalen, dat je tenminste 2 meter heel schraal materiaal stort. Maar als je een mooie natuurplas of recreatieplas wil creëren, dan moet je er in elk geval helemaal geen heel fosfaatrijke grond in gooien. Verder zit er ook nog sulfaten in het water, in toch wel een redelijke hoeveelheden. En op de korte termijn heeft dat niet zo'n probleem, omdat er ook heel veel ijzer in dat slip zit wat gestort wordt. Maar op termijn raakt dat ijzer een keer uitgeput en dan krijg je altijd een omslagpunt. En dan maakt dat zwavel, dat maakt die fosfaten in de onderwaterbodem vrij. En dan krijg je een omslag van een helder naar een blijvende troebele plas. En bent u bang dat deze plas nu eigenlijk al bedorven is met het grond die er nu in zit? Of zegt u van nou, als we nu stoppen, dan is er nog wel een redding mogelijk voor deze plas? Ik denk dat als we nu stoppen, er nog wel een redding mogelijk is voor deze plas. Maar er moet niet veel meer van die zeer fosfaatrijke grond in. Want gezien ook het feit dat de plas, kijk, de plas 30 meter diep is en je verontdiept hem tot 20 meter, dan hou je een spronglaag in de zomer. En zo'n spronglaag die houdt tegen dat fosfaat uit de bodem in de toplaag van het meer kunnen komen. Maar dit meer is al nog maar maximaal 7 meter diep. En als je daar gaat verondiepen tot 2 of 3 meter, dan verdwijnt die spronglaag. En dan krijg je vroeg of laat dat de fosfaten uit de bodem, die komen in de, zeg maar in de leeflaag. En dan vermest het systeem, dan wordt het troebel en dan wordt het in elk geval voor de biodiversiteit weinig geschikt en ook voor recreatie weinig geschikt. Het idee was aanvankelijk om deze kleiput te verontdiepen met klei van de steengroeven. Was dat een beter plan geweest? Dat is absoluut een beter plan. Sowieso zijn kleiputten in Nederland, kleiputten met een goede waterkwaliteit, die zijn vrij zeldzaam. We hebben in Nederland heel veel veenplassen en heel veel zandplassen, maar kleiputten die zijn zeldzaam. En kleiputten in Nederland met een heldere waterlaag, die hebben doorgaans ook een heel bijzondere vegetatie met specifieke plantensoorten zoals kranswieren, die alleen maar in kleiputten voorkomen. Eigenlijk hadden ze hem helemaal niet moeten verontdiepen. Wat mij betreft niet, maar wel de oeversschaal. Nu laten ze de oevers vol groeien met boomopslag, dat geeft veel bladinval en dat is op zich ook ongunstig. Het zou dus gunstig zijn als ze de plas gewoon hadden gelaten zoals die was, de oevers glooiend maken, omdat die nou verticaal zijn en dan is er weinig plek voor planten. En de oevers tot, ja, over het algemeen houdt men de oevers tot 30 meter boven de waterlijn boomvrij om bladinval tegen te gaan. En
Het verwijderen van bomen tot 30 meter boven de waterlijn is ook toegestaan zonder compensatie. Dus je hoeft er niet elders voor te compenseren. Oké, dank u wel voor dit interview. Graag gedaan.